Paus Franciscus is dinsdag in Rome geïnstalleerd als nieuwe leider van de Rooms-Katholieke Kerk. Bij de kerk in Schinnen wappert de pauselijke vlag. In zijn woning naast de kerk volgt deke Jos Geurs de ceremonie op televisie. De monseigneur is blij met de nieuwe Argentijnse kerkleider. Eigenlijk nog meer een, een verrassing. In de zin van, we wisten natuurlijk dat een paus gekozen zou gaan worden... Maar dat het deze man zou worden... dat is natuurlijk bijna voor de hele wereld een verrassing. Waarom is dat een verrassing? Omdat het een man is die in zijn eerste optreden... zoveel vertrouwen wekt en zoveel toenadering... wat ook spontaan door mensen verstaan werd. Ook de manier waarop hij hun tegemoet had... en omgekeerd mensen reageerden op zijn eerste optreden... en zijn optreden in de dagen daarna. Maar waar zit het hem dan in? Wat, wat doet hij dan met andere pausen anders deden bijvoorbeeld? Hij... Blijkt dat de figuur van de paus een mens is en dat hij dus een, de mensen rondom zich heen. Gewoon benaderd als medemensen. En eigenlijk in de vertrouwelijke sfeer van het leven van iedere dag aanspreekt. zonder zichzelf te verliezen. Maar in tegendeel, juist daardoor groeit in een, eh, tot een stuk herkenning. waar mensen bewust of onbewust op wachten. En die andere paus dat minder? Nou, kijk, ik denk dat de andere paus. eigenlijk nog te zeer in het klassieke beeld eh, functioneerde. en dat op zijn manier zo goed mogelijk probeerde te doen. Doen als de opperherder. Ja? Terwijl hier eigenlijk op een gegeven moment uh, veel meer een pastoor verschijnt. Hè? En, en zo dicht bij mensen en derde ook het uh, vertrouwen werkt in de manier waarop hij zich en wat hij te zeggen heeft. Is dus dat wat de katholieke kerk nodig heeft op dit moment. Dat, dat dat een van de wezenlijke zaken is voor vandaag en voor de toekomst. Dat een, een paus voorgaat, want hij kan dat uiteraard niet alleen op, uh, op, uh, op het wekken van nieuw vertrouwen. En en als ik nog één zin toevallig opvang uit zijn preekjuist, dan, dan spreekt mij dat aan als hij zegt: Wij mensen. We moeten vooral niet bang zijn voor het goede. Ik bedoel, dat is iets wat je aan het denken zet. Zeker als onze wereld in alle nieuws eh, eigenlijk alleen het kwade, het, 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 het akelige, het, het onmenselijke eh, lijkt boven te drijven. Terwijl het goede eigenlijk nauwelijks herkend wordt. En als dan een pauze zegt van mensen: wees nou niet bang voor dat goede. dan zet hij een trend die eigenlijk ja, van geweldig belang zou zijn voor eh, ja, mensen eigenlijk in heel de wereld. En daar blijkt hij dus. Wat een paus kan zijn in deze tijd? En normaal in een regering is het bijvoorbeeld zo dat een koning die heeft meer een ceremoniële functie. Heeft. de regering beslist eigenlijk wat er gaat gebeuren. Is dat in de katholieke kerk ook zo? Is het meer een ceremoniële functie? Bepalen de kardinalen hoe het, hoe het verder loopt? Of kan de paus wel degelijk iets, uh, iets uh, inbrengen? Nou, formeel gesproken heeft hij natuurlijk het de, de laatste woord. Het eerste woord en het laatste woord. Hoe dat in dat geweldige bestuursapparaat. in het leven van iedere dag dan functioneert, is natuurlijk ook voor de buitenwereld.

We weten natuurlijk op een gegeven moment dat zo'n wereldorganisatie een bestuurskracht nodig heeft en een aantal mensen die daar iedere dag mee bezig zijn. Wat men hoopt op dit moment is dat deze paus op een gegeven moment dat bestuursapparaat zal vernieuwen, zodat het op een gegeven moment weer het karakter krijgt, waarover hij in zijn preek ook voor pleiten: van als er macht moet zijn, en dat is onvermijdelijk in een grote organisatie, moet die macht uitbleken in dienstbaarheid. En dat is wat hij eigenlijk zo, zo verwacht ook van zijn bestuursapparaat. De vraag is natuurlijk op een gegeven moment in hoeverre eh, zo'n ingewikkeld apparaat met een eeuwenlange geschiedenis en traditie, hoe dat omgebogen kan worden tot een apparaat wat echt een dienstbaarheid is van de wereldkerk. Dan zou je eigenlijk een paus moeten hebben die een stuk jonger is die daar gewoon meer tijd voor heeft om dat te kunnen hervormen. Ja, ik denk op een gegeven moment leeftijd is toch maar een zeer betrekkelijke kwestie. Kijk, als je een oudere man hebt met zoveel levenservaring, zal ook nog een het geduld weten op te brengen om de dingen te laten doen die moeten gebeuren. En zo heeft er natuurlijk alles in voor- en zijn nadelen. Ja. U heeft een, ook al een hele lange kerkelijke geschiedenis achter de rug. Heeft u zelf wel eens ooit gefantaseerd uh, hoe het zou zijn als u paus zou worden? Nee, nee. Ik bedoel, ik heb, het enige wat ik mij voor, uh, altijd gerealiseerd heb is. Hoe is het bij God is dan mogelijk dat iemand dit zou ambiëren om zo'n functie te hebben? Je zou Be het niet ambiëren? Nee, nee onder geen voorwaarden. Al niet? Voorwijden. Nee, ik denk op een gegeven moment als je je bewust bent van wat zo'n man mee moet dragen aan verantwoordelijkheid... ...en die een verantwoordelijkheid die in onze dagen alleen maar groter wordt in plaats van kleiner... ...dan zeg je, ik, ik zou dat op een gegeven moment gewoon niet kunnen en daarom ook niet willen. Ja, ik bedoel en ik benijd dus niemand die in, dat geldt er zelfs voor bischoppen in in onze tijd, hè? die dit soort verantwoordelijkheid moeten dragen in de publiciteit, maar dat hoort ook bij onze tijd, de openbaarheid, de transparantie, maar tegelijkertijd juist dan de kern van het evangelie, voorleven, iets wat vaak haar staat op wat in het dagelijkse leven gewaardeerd wordt, dat is een geweldige opgave. En ik denk als je een paus dit moet laten doen in zoveel culturen die in onze wereld verschillen, is dit een on, bijna een onmenselijke opgave. En, als dan iemand bereid gevonden wordt om dit te doen met zoveel liefde en overgave, nou, dat is daar mogen we onszelf mee feliciteren. En daar is voor u de dekenaatskindergeleed groot genoeg voor? Ja, meer is genoeg. Meer als mijn handen en vol. En op een gegeven moment, als we hier iets kunnen overbrengen van eh, het nieuwe vertrouwen wat in de kerk moet groeien, dan acht ik mijn werk het meeste geslaagd. Gaat het met deze pauze lukken om de kerk weer goed op de rails te zetten? Nou, voorspellingen kun je in deze kun je eigenlijk niet doen. Je kunt alleen maar hopen. En ik denk op een Moment, als hij de kans krijgt om de start die hij gemaakt heeft, om daar handen en voeten te geven aan de komende tijd, dat betekent dus dat hij mensen moet meekrijgen wereldwijd om een dierhouding in de wereld te staan en in het leven te staan. Ja, dan is er alle hoop dat dit vertrouwen in ieder geval uh, zal groeien en ook hopelijk aansprekelijk zal zijn voor veel jonge mensen. Het is toch een mooie speciale dag vandaag. Hè? Heel speciaal op het Feestverdediger Jozef. Dank u wel.